Voorzitter, dit weekend opende het Nationaal Holocaust Museum. Een plek om stil te staan bij de jodenvervolging en om onderwezen te worden over de meest zwarte bladzijden uit onze geschiedenis. Bij de opening waren overlevenden, nabestaanden en buitenlandse gasten aanwezig om te herdenken en een respect te uiten voor de getroffenen. Zo'n opening vraagt om waardigheid, uit respect voor de slachtoffers van deze gruwelijke vervolging. Het vraagt om stilte. Maar zo ging het niet. De plechtigheid werd een absoluut dieptepunt door een demonstratie. En net als vele mensen werd ik overvallen door schaamte en door boosheid. En ik vraag me oprecht af in wat voor land we zijn als we onder het mom van een demonstratie toestaan dat de opening van zo'n belangrijk museum onder luid gejoel en gejouw verpest wordt. Holocaust-overlevenden worden uitgescholden en politiemensen worden belaagd. En dat lijkt allemaal te mogen, want het was immers een demonstratie. Voorzitter, ik stond hier al 2 keer eerder over zogenaamde demonstraties, maar nu is de maat echt vol. En ik vraag de staatssecretaris, hoe kon dit nu gebeuren? Wat is hier, was hier aan de hand? Het woord is aan de staatssecretaris. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb afgelopen zondag ontroerd zitten kijken naar de televisie en naar de opening van het Holocaust Museum. Enerzijds heel bijzonder dat het er nu pas is. Anderzijds, voor zover je mag spreken over het woord blij, heel blij dat het Holocaust Museum nu geopend is, zodat deze inderdaad gitzwarte bladzijde, of dit gitzwarte hoofdstuk uit onze geschiedenis, verteld kan blijven worden. En de afgelopen tijd, breder dan afgelopen weekend, laat zien dat dit verhaal ook verteld moet worden. Niet alleen omdat antisemitisme weer aan het opleven is, maar ook omdat steeds meer mensen twijfels uiten rondom deze verschrikkelijke periode. Of zelfs in woord en daad deze periode omarmen. Zo heb ik afgelopen zondag naar de opening gekeken. En tegelijkertijd, voorzitter, werd deze opening voor een deel ook overschaduwd door de beelden waar mevrouw Michon aan refereert. Ik zeg erbij, ik kreeg ook een berichtje van iemand die zei tegen mij, de schreeuwers zullen vervagen in de toekomst. Dit museum en de herinnering blijft altijd levend. En zo kijk ik er maar ook op terug. Maar ik heb met, nou niet eens ingehouden woede, ik heb gewoon met woede zitten kijken naar de beelden. En iemand die Hamas is mijn brother roept, hoort, u weet, ik woon in Amsterdam, hoort in mijn stad niet thuis. Iemand die een slachtoffer van Demjanjuk uitscheldt, en ik ga die woorden niet eens herhalen hier, maar uitscheldt, moet zich kapot schamen. En als die in mijn omgeving zou verkeren, als buurman, als collega, als ex-vriend, dan zou ik hem daar keihard op hebben aangesproken. Dan naar het nu voorliggende. Er zijn door verschillende organisaties bij de burgemeester van Amsterdam zijn demonstraties aangevraagd. En demonstraties worden in Nederland in vrijwel alle gevallen toegestaan, want demonstreren is een zeer groot recht in Nederland. En het is dan aan de burgemeester om te beoordelen onder welke voorwaarden en waar dat kan. Ik heb de burgemeester ter voorbereiding op dit debat met u ook gesproken. Ze heeft me ook aangegeven dat zij deze week met een brief naar de gemeenteraad van Amsterdam zal komen. Omdat het ook in eerste instantie aan haar is om verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad van Amsterdam die hierover gaat. Wat zij richting mij nadrukkelijk heeft aangegeven is, ik heb zowel mensen die pro-Israël waren als mensen die contra-Israël waren, conform de wet heb ik het recht gegeven om te demonstreren. En dat was ook haar verklaring waarom heeft plaatsgevonden wat heeft plaatsgevonden als demonstratie. Dat laat onverlet de misstanden die hebben plaatsgevonden en die u ook heeft gezien en die ik ook heb gezien. En daarin is het aan het Openbaar Ministerie om daar haar oordeel over te vellen. Ja, voorzitter, het lijkt wel alsof een recht van betoging en het recht op vrijheid van meningsuiting absoluut is. Maar dat is niet zo. Ook dat recht is begrensd.
En de overheid heeft zondag ook gefaald om de mensen te beschermen die dat nodig hebben. Dat is ook een taak van de overheid. Ik begrijp dat de burgemeester haar raad ook in eerste instantie zal informeren en zo hoort het ook. Maar kan de staatssecretaris vandaag al duidelijk maken waarom de demonstratie juist op die locatie werd toegestaan? Welke afweging daar is gemaakt? En eigenlijk in het verlengde daarvan, heeft de staatssecretaris al van de burgemeester gehoord waarom er geen noodverordening is afgekondigd? Nogmaals, vanuit mijn eerste vraag, hoe kon dit zo misgaan? Ja, kort voorzitter, want het is in eerste instantie aan de burgemeester van Amsterdam om hier richting de gemeenteraad op te reageren. Mm-hmm. Maar ik heb beide vragen wel ook aan de burgemeester gesteld vanmiddag. En met betrekking tot de noodverordening heeft de burgemeester aangegeven dat zij bijvoorbeeld bij 4 of 5 mei noodverordeningen inzet, omdat dan in de openbare ruimte gedurende langere tijd sprake is van mensen met een veiligheidsrisico. Denk bijvoorbeeld aan de koning of aan anderen, waardoor een noodverordening gerechtvaardigd is. Hier, als het gaat om het eerste deel van de herdenking, ging het om een bijeenkomst binnen, namelijk in de synagoge. En bij het tweede gedeelte, waar we ook de afschuwelijke beelden van hebben gezien, was er een kort moment buiten en daarna was er een bijeenkomst binnen. Dat is voor de burgemeester de reden geweest om te zeggen, ik doe geen noodverordening. Ook over de plekken heb ik met de burgemeester gesproken. Er waren op meerdere plekken demonstranten. Er zijn ook plekken niet doorgegaan die door de demonstranten waren wel gevraagd, maar dat vind ik echt aan de burgemeester om uit te leggen. Wat de burgemeester heeft gezegd tegen mij is, op basis van wet en regelgeving ben ik verplicht als burgemeester, als ik een demonstratie tegen iets toelaat, om dat binnen zicht en hoorafstand te doen. En dat is voor mij de overweging geweest om het daar te plaatsen. Ja, voorzitter, dit debat zal in eerste instantie in de gemeenteraad van Amsterdam ook moeten worden gevoerd. Wat helder zijn, ik vind daar het mijne van. Ik zou ook aan de staatssecretaris willen vragen of wij zicht hebben op wie nou deze mensen zijn. Want waarom lukt het gewoon niet een groep mensen om zich te gedragen op een moment dat dat van hen gevraagd wordt? Zijn het nou elke keer dezelfde actievoerders die ook bij voorgaande demonstraties voor een grimmige sfeer zorgen? En is er ook in het bestuurlijk instrumentarium, zijn er nou middelen om ook dergelijke actievoerders die keer op keer de grens overgaan door gebiedsverboden of een meldplicht ook van zo'n demonstratie weg te houden? Ja, wat ik vervelend vind, burgemeester, want ik heb nu net twee keer gezegd, dat is iets waar de burgemeester op moet reageren. Nu ga ik weer een antwoord in dezelfde strekking geven. Mevrouw Michon overvraagt mij hier. Ik sta hier als vervanger van de minister die hier niet kon zijn. Hier weet ik gewoon het antwoord niet op. Wat ik weet is dat er door de politie 13 aanhoudingen zijn verricht. Dus van die mensen heeft de politie gegevens. Maar voor de rest kan ik gewoon op dit moment het antwoord op de vragen van mevrouw Michon niet geven, voorzitter. Oké, voorzitter, dank. En ook begrijp ik hoor, dat alle begrip daarvoor richting de staatssecretaris. En over de politie gesproken, de politie is belaagd. Er is vuurwerk naar de politie gegooid. Op hun bus wordt de term genocide gespoten en banden van die bus zijn lek gestoken. Het is vreselijk wat de politie op zo'n middag voor de kiezer krijgt. En laat ook duidelijk zijn, de politie werkt binnen de kaders die ze van burgemeester dan wel van de officier van justitie krijgt. Dus ook alle respect voor het moeilijke werk van de politie. Goed dat er 13 aanhoudingen zijn verricht. Kan de staatssecretaris bevestigen dat ook later op de beelden die er nog zullen zijn, dat het Openbaar Ministerie ook alles aan zal doen om nog meer arrestaties te verrichten, waar het bijvoorbeeld gaat om het scanderen van leuzen of haatzaaiende teksten? Ja, voorzitter, de beelden van afgelopen zondag hebben mij weer eens bevestigd in het feit dat ik totaal ongeschikt ben als politieagent. Want ik zou me daar niet hebben kunnen inhouden en me niet hebben gehouden aan de geweldsinstructie. Dat maakt mij ongeschikt, dus niks anders dan lof voor de agenten. Want mevrouw Michon zegt het precies goed. Die handelen in overeenstemming met de geweldsinstructie die ze krijgen van de driehoek, namelijk burgemeester, officier van justitie en politie. En dat betekent dus dat je, wat je ook vindt van de beelden die je afgelopen zondag hebt gezien, je nooit de individuele agent daar op enige wijze de schuld van moet geven. Als het gaat om eventuele andere aanhoudingen, het is aan het Openbaar Ministerie om te kijken of er strafbare feiten zijn begaan.
Het kan zijn dat iets wat mevrouw Michaud en ik zum kotsen of walgelijk vinden niet automatisch hetzelfde is als strafbaar. Maar het is het Openbaar Ministerie om dat te beoordelen en eventueel ook opdrachten te geven tot het verrichten van onderzoek en aanhoudingen. Ja, voorzitter, ik zou zeer hopen en ook bij deze de oproep aan de politie om ook aangifte te doen in het geval ze zijn belaagd met vuurwerk of anderszins. En ook ervoor te zorgen dat de kosten die ze hebben gemaakt voor schade, die te verhalen op de daders. Voorzitter, tot slot. Ik stond hier al 2 keer met een heldere oproep aan het kabinet. Durf nu een onderscheid te maken tussen demonstraties en het moedwillig verstoren van de openbare orde. In dit kader wil ik vragen hoe het staat met de uitvoering van mijn motie, die onderzoek doet naar het wettelijk kader van die demonstraties en openbare orde. En we wachten, voorzitter, al tijden op een brief van het kabinet over demonstraties. En ik denk dat dat hard nodig is, want we moeten hier met elkaar echt een fundamenteel debat over voeren. Juist om het recht op demonstraties te beschermen. We moeten onderscheid durven maken tussen demonstraties en moedwillig verstoren van de openbare orde. En dat laatste, voorzitter, moet stoppen. Voorzitter, de Kamer krijgt nog deze maand de brief waar mevrouw Michon het over heeft, zodat u daarover met elkaar in het kabinet het fundamentele debat kunt voeren. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Michon. De heer Deen van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij kijken natuurlijk reikhalzend uit naar die antwoorden van burgemeester Halsema. Want uiteraard hadden wij ook de vraag van hoe kan het in godsnaam dat op deze plek dit soort dingen worden goedgekeurd. Het is een schande, voorzitter. En klopt het dan dat burgemeester Halsema dit had kunnen voorkomen? Is zij verantwoordelijk geweest voor de tragische keuze om deze demonstratie op deze locatie te laten plaatsvinden? In het verlengde van mevrouw Michon Derksen stel ik natuurlijk ook die vraag aan de staatssecretaris. En als tweede wil ik daaraan toevoegen. De herbenoeming van mevrouw Halsema is aan de orde. Is het mogelijk dat de regering daarnaar gaat kijken en eventueel een blokkade kan opheffen om die tweede herbenoeming ongedaan, in hoeverre die al gemaakt is, om dat te realiseren? De staatssecretaris. Voorzitter, met betrekking tot het eerste punt. Het is de burgemeester die demonstraties toestaat en onder welke voorwaarden die demonstraties worden toegestaan. Dus in dit geval betreft het inderdaad burgemeester Halsema die daar de voorwaarden heeft gesteld in overleg met de driehoek. Als het gaat om de locatie, heeft de burgemeester ook in haar gesprekken met mij aangegeven. Ik moest dat doen op geluids- en zichtafstand, want dat hoort volgens de wet en regelgeving. Daarbij heb ik keuzes gemaakt om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld niet in de synagoge er sprake was van overstemming van geluid door te kiezen voor een bepaalde opzet van de demonstratie. Voor de rest wil ik het laten aan de burgemeester om daar verder op in te gaan, omdat zij ook die afwegingen goed kan weergeven in haar brief die deze week nog naar de gemeenteraad gaat. Met betrekking tot het tweede punt, voorzitter. Volgens mij heeft, maar dit zeg ik eventjes meer als krantenlezer dan omdat het in mijn dossier stond, heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten tot verlenging van de termijn van de burgemeester van Amsterdam. Is het nu formeel aan de minister van Binnenlandse Zaken om dat om te zetten in een besluit? En zie ik op dit moment geen aanleiding voor de minister van Binnenlandse Zaken daar anders over te denken dan de gemeenteraad van Amsterdam. Dank u wel, voorzitter, voor deze beantwoording. Nou, dan zullen wij deze vragen ook nog neerleggen morgen tijdens het geplande commissiedebat met minister De Jonge. Er wordt natuurlijk veel afgeschoven, voorzitter, op burgemeester Halsema. Maar wat gaat nou deze regering eraan doen? Wat gaat de regering eraan doen om te zorgen dat dit soort zaken gewoon niet meer gebeuren? Want, voorzitter, ook wij maken ons bijvoorbeeld grote zorgen richting de nationale dodenherdenking van 4 mei. Zowel in Amsterdam, maar ook in de rest van het land. Wat gaan we daar nou aan doen om ervoor te zorgen dat dit soort verschrikkelijke zaken niet meer gaan gebeuren? Ja, voorzitter, wat ik jammer vind is dat de heer Deen het woord afgeschoven in de mond neemt.
In de verdeling zoals we die met elkaar hebben bepaald, en met we bedoel ik kabinet en kamers, is bepaald dat dit de bevoegdheid is van de burgemeester en niet van leden van het kabinet. Dus dat is geen afschuiven, dat is gewoon iets wat de volksvertegenwoordiging met elkaar in meerderheid heeft gewild en voor zover ik weet nog steeds wil. Dat is één. Twee, zoals ik in mijn bijdrage net ook al aangaf richting mevrouw Michon, voorzitter, is het zo dat als het gaat om 4 mei, dat dan door de burgemeester van Amsterdam in dit concrete geval ook steeds een noodverordening is ingezet, omdat je dan te maken hebt met een andere situatie. Je hebt dan niet te maken met een situatie waarin de personen allemaal binnen zijn, wat hier het geval was bij de synagogen, dan wel grotendeels binnen zijn, zoals op de kweekschoollocatie, waar we die verschrikkelijke beelden van hebben gezien, maar het zich dan vooral in het publieke domein plaatsvindt. En dan is dus een noodverordening mogelijk. En dat is ook de reden dat de burgemeester zegt, dan zet ik op zo'n moment bij zoiets ook een noodverordening in. Dus de angst van de heer Deen is daarmee misschien niet weggenomen, maar het is op zijn minst een antwoord op zijn vraag. Mevrouw Helder, BBB. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat de afgelopen zondag is gebeurd, is natuurlijk verschrikkelijk en absoluut verwerpelijk richting iedereen. En dan zei ik ook altijd, maar niet in de laatste plaats voor mijn politieagenten, zoals ik dan ook ze wel eens pleeg te noemen. Maar dat sight and sound criterium, dat is gebaseerd op jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dat betekent eigenlijk zoveel dat demonstranten over en weer van beide zijden elkaar zoveel mogelijk moeten kunnen zien om elkaar te kunnen beïnvloeden. Maar voorzitter, burgemeester Halsema heeft in een nog niet zo lang geleden bekende zaak wel ze uit elkaar geplaatst. En dan ging het bij een abortuskliniek. En daar werden demonstranten die dus tegen abortus waren, die werden juist weggehouden van de plek om ervoor te zorgen dat vrouwen die daar de kliniek bezochten niet met hen geconfronteerd werden. Nou kun je deze zaak natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Maar het is dus niet zo makkelijk als dan mevrouw Halsema zegt van ik kan niet anders. Dus kan dat even naar haar worden doorgeleid waarom ze daar anders heeft beslist? Dat zou ik graag in die brief willen zien. Ja, voorzitter, dan zal het kabinet dan in haar reactie richting de burgemeester op terugkomen. Of het in de brief komt, is niet aan het kabinet, dat is aan de burgemeester. Maar ik zal deze vraag in ieder geval doorgeleiden naar de burgemeester. Ja, voorzitter, want die kabinetsbrief, dat heeft de staatssecretaris net genoemd. Die bedoel ik eigenlijk. En die deze maand eindelijk, mag ik toch hopen, naar de Kamer komt. Want hier is het laatste woord niet over gezegd. En ik denk dat mevrouw Halsema hier zelf ook blij mee mag zijn dat de Kamer ook haar zegje hierover doet. Dat noemen we namelijk ook democratie, voorzitter. Dus ik zou dat heel graag wel willen in die brief, zodat we hierover kunnen debatteren van het debat wat al gepland staat. Ja, excuses, voorzitter. Ik dacht dat gerefereerd werd aan de brief die de burgemeester morgen of deze week zou sturen naar de gemeenteraad. Ja, het zal worden opgenomen in de brief die door het kabinet naar de Kamer wordt gestuurd aangaande demonstraties nog deze maand, zoals toegezegd aan mevrouw Michon en dus nu ook aan mevrouw Helder. De heer Van Baarle van Denken. Voorzitter, er werd niet gedemonstreerd tegen de komst van het Holocaust Museum. Iedereen vindt dat we de Holocaust moeten herdenken. Waar tegen gedemonstreerd werd, is de komst van Isaac Herzog, de Israëlische staatspresident, een oorlogsmisdadenhitser die onderdeel is van de Israëlische regering, die verantwoordelijk is voor meer dan 30.000 doden. En voorzitter, ja, ik wil er toch even iets van zeggen, want u gaat een staatshoofd, een bevriend staatshoofd, nu uitmaken voor oorlogsmisdadigen. Dat gaat me 36 stappen te ver. Voorzitter, het internationaal strafhof heeft deze man betrokken in de aanklacht vanwege genocide. Ik hecht eraan dat ik mijn mening in dit huis kan verkondigen. U gaat verder. Voorzitter, ik schaam me ervoor dat het Nederlands staatshoofd naast deze meneer is gaan staan, die onderdeel is van een Israëlische regering die op dit moment verantwoordelijk is voor meer dan 30.000 doden in Gaza, een humanitaire ramp. Mijn vraag aan de staatssecretaris is, waarom heeft de Nederlandse regering zich niet met alles ingespannen om ervoor te zorgen dat deze man niet kwam? 3 dingen. 1. Ik neem aan dat ook Denk het eens is met het standpunt, voorzitter, dat iemand die beschuldigd is, nog niet veroordeeld is, en dat dus een stelling, u bent iets, niet kan als iemand ergens van beschuldigd is. Je bent pas iets als de rechter dat heeft vastgesteld, een principe wat ik ook denk zou moeten hanteren. Dat is 1. 2, voorzitter, het staat een ieder vrij om te demonstreren
bij de komst van een staatshoofd uit een ander land en te demonstreren tegen het beleid. Dus in dit concrete geval mag een ieder demonstreren tegen het beleid van de regering Netanyahu of de staat Israël. Hoe daarin woorden als Judenrausch en kankerjood passen, wens ik te betwijfelen, voorzitter. Dat zijn nadrukkelijk geen demonstraties tegen iemand uit een ander land. Dat is het doelbewust antisemitisch uitlaten tegen mensen die gewoon in de Nederlandse samenleving thuishoren. Dat werd gezegd tegen een slachtoffer van Demjanjuk. Nou, dan moet je je doodschamen, voorzitter. En dan het derde punt, voorzitter. Waarom heeft de regering er niet voor gekozen om aan de heer van de president van Israël te vragen of die niet wilde komen? Daarop moet ik het antwoord schuldig blijven, voorzitter. Dat weet ik niet. Voorzitter, antisemitisme verwerp ik in alle toonaarden. En de reactie van de collega-Kamerleden is veelzeggend. Men probeert mij dat in de schoenen te schuiven. En dat is schandalig, voorzitter. Ik verwerp antisemitisme nogmaals. Waar ik de regering op aanspreek, is dat onderdeel van de Israëlische regering, namelijk de heer Herzog. En de staatssecretaris zegt, dingen zijn niet bewezen. Deze meneer heeft hoogst persoonlijk bommen ondertekend die vielen op Gaza. Deze meneer die heeft de blokkade van Gaza, wat een oorlogsmisdaad is, heeft hij becommentarieerd met er gaat niks Gaza meer in. Deze man is onderdeel van de oorlogsmisdaden die daar nu plaatsvinden. En ik vraag nogmaals aan de staatssecretaris. Ik schaam mij ervoor dat mijn staatshoofd, namelijk de Nederlandse koning, daarnaast gaat staan. Dus kan de staatssecretaris antwoord geven op de vraag, ervoor zorgen dat er antwoord komt op de vraag waarom er geen inspanningen zijn geweest om deze man te weren? Ja, voorzitter, blijkbaar klopte mijn stelling in de eerste reactie op Denk niet. Want ik zei, ik veronderstel dat Denk het eens is met de stelling dat je pas als je veroordeeld bent kunt zeggen dat iemand een misdadiger is. Maar doordat de heer Van Balen in zijn tweede reactie opnieuw die woorden herhaalt, vindt Denk blijkbaar niet dat iemand onschuldig is tot zijn schuld door een onafhankelijk rechter is vastgesteld. Over rechtsstaat gesproken, voorzitter, vind ik bijzonder. Los daarvan, ik zei in eerste termijn, zei ik, dat weet ik niet. Het was eigenlijk geen goed antwoord, voorzitter. Het juiste antwoord had moeten zijn, de regering heeft geen aanleiding gezien om aan de heer Herzog te vragen om niet te komen. En heeft dit ook nadrukkelijk losgekoppeld van datgene wat op dit moment plaatsvindt in de oorlog tussen Hamas en Israël. Want er is hier gewoon sprake geweest van een zaak die gaat over de vervolging en genocide en het vermoorden vastgesteld, niet op basis van beschuldigingen door een willekeurig Kamerlid, maar door de rechters vastgesteld, vermoorden van 6 miljoen mensen. En dat moet je loszien van datgene wat er op dit moment waar ook ter wereld gebeurt. De heer Diederik van Dijk van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het beste geneesmiddel tegen de verschrikkelijke taferelen waarvan we afgelopen zondag getuigen waren, is misschien wel een bezoek aan het Holocaust Museum. Iedereen zou daar een keer een bezoek moeten brengen. Het viel me op, zo'n ticket is €20. Best wel duur voor heel veel mensen. Is de staatssecretaris bereid om eens met zijn collega's te bekijken, om ervoor te zorgen dat elke Nederlander tenminste één keer gewoon gratis naar dit Holocaust Museum zou kunnen? Ja, voorzitter, ik vind dat juist ook de demonstranten, of zij die zeggen daarvoor door te gaan, hebben bewezen dat we heel veel moeten investeren in het onderwijs over de Holocaust. En dat we heel veel moeten investeren om ervoor te zorgen dat je niet genoeg kunt weten over die Holocaust. En dat een bezoek aan dit museum dus buitengewoon belangrijk is. Want er wordt met woorden gesmeten en er worden beledigingen geuit die volstrekt onaanvaardbaar zijn. En die je niet zo uit als je ook maar een greintje verstand had van wat er werkelijk is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Dus in die zin kan ik meegaan met de heer Van Dijk. Als simpele staatssecretaris van Justitie, voorzitter, moet ik nu niet mijn collega van cultuur opzadelen met het antwoord op deze vraag of mijn privémening in deze hier nu te uiten. Ik zal uw vraag overbrengen naar de collega's, want in dit debat, voorzitter, moet ik dat niet op deze manier beloven. Dat zou niet passen. Dat staatssecretaris de vraag wil meenemen, waardeer ik al bijzonder. En tegelijkertijd, we geven gelukkig heel veel geld uit aan de strijd tegen antisemitisme.
Biedt dat geen titel om zo mogelijk te maken dat inderdaad elke Nederlander in ieder geval één keer gewoon gratis naar dit hele belangrijke museum zou kunnen? Dat zou inderdaad een voor de hand liggende titel zijn, voorzitter, als daar door het kabinet of een toekomstig kabinet door wordt besloten. De heer Boswijk van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is al een groot verschil dat je gaat demonstreren tegen een regering of gaat demonstreren met antisemitische slogans bij de opening van een Holocaustmuseum. Het is onbegrijpelijk en onverteerbaar. En nou, we hebben allemaal de nabestaanden en de slachtoffers van de Holocaust gezien. En dan schaam je toch kapot dat 80 jaar na dato zij nog steeds worden geconfronteerd hiermee. En ik vind het ook schokkend, voorzitter, dat misschien net zo erg als het antisemitisme is dat er mensen hier ook in de zaal, maar ook in de samenleving, er alles aan doen om te zeggen dat de slogans, nou, de staatssecretaris noemen ze al, hè, kankerjoden, dat niet antisemitisch zou kunnen zijn. Ik vind het onbegrijpelijk. Voorzitter, dan mijn vraag. Wij staan hier al voor de zoveelste keer, naar de zoveelste demonstratie met opnieuw antisemitische uitingen. En nu hoor ik, er komt een kabinetsbrief aan. Nou, fijn, eindelijk. Ik hoop snel dat we ook snel een debat erover kunnen hebben. En dan wil ik ook de staatssecretaris vragen. Neemt u alstublieft ook mee naar de Kamer wat er nu uiteindelijk is gebeurd. Welk vervolg is gegeven? Ik hoorde dat er 13 aanhoudingen zijn gepleegd. Wat er dan uiteindelijk mee gebeurt? Want ik heb eerder gezegd heel erg sterk het gevoel dat deze mensen een dagje kinderboerderij krijgen en bij de volgende demonstratie er weer staan. En dat kunnen we toch niet accepteren, want dat is dweilen met de kraan open. Ja, voorzitter, als u het goed vindt, lijkt het mij verstandig om twee brieven daarvan te maken. Namelijk één, die gaat, dat is zeg maar even de eind maartbrief, die gaat naar aanleiding van de vraag van mevrouw Michon over demonstratie in de brede, zodat u een fundamentele discussie kunt voeren over demonstratierecht in Nederland. En dan een andere brief over de opvolging van acties naar aanleiding van wat er afgelopen zondag is gebeurd, zodat je het één niet verward gebruikt het andere debat. Dus daar twee brieven van te maken. Maar uiteraard wil ik dat toezeggen aan u als Kamer. Mevrouw Bikker van de ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Voorzitter, er is een tijd om te rouwen, om verdriet te kennen. Een tijd om te zwijgen. En die was zondag. Die was bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Als we opnieuw zien wat er in Nederland gebeurd is, dan zou ons stil te passen in plaats van gejoel, gejuich en intimidatie, allervreselijks, van mensen die door deze verschrikkingen zijn heen getrokken. En ik schaam me nog steeds dat dat gebeurd is in onze hoofdstad, op de plek waar de meest gruwelijke verschrikkingen hebben plaatsgevonden. En waar we hadden kunnen herdenken dat er ook Nederlanders waren die opstonden, zoals Johan van Hulst, die honderden kinderen redde in die hervormde kweekschool. En voorzitter, laten er momenten zijn in ons land waarin we samen stil durven zijn. Waarin we in de zwarte spiegel, in de zwarte bladzijde, in de spiegel durven te kijken van wat er gebeurd is. En als iets me aan het hart gaat na deze zondag, is dat die momenten van herdenken onder druk staan. Ook richting 80 jaar herdenken van de bevrijding. En ik zou het kabinet daarom willen vragen om met kracht te blijven uitspreken hoe belangrijk het is dat we ons niet alleen verhouden tot de actualiteit en die of die nog eens even aanwijzen wat er niet goed gaat en wat er verschrikkelijk is elders in de wereld. Vanzelfsprekend, morgen kan dat weer, vandaag kan dat alweer. Maar er zijn momenten om stil te zijn en om te zwijgen en om te herdenken. En in het licht van de 4-5 mei herdenking zou ik het kabinet willen vragen, welke maatregelen zijn er extra nodig om dat te bewaken en te koesteren als land? Ja, voorzitter, ik vind de heer Verhulst niet alleen een ongelofelijke held, maar het feit dat hij boven de 100 is geworden, vind ik juist een mooi, ik zou bijna zeggen, symbolisch feit dat uiteindelijk het goede het kwade overwint. En ik kan me geheel vinden in de woorden van mevrouw Bikker. In de brief die ik net via u, voorzitter, aan de heer Boswijk heb beloofd, lijkt het me goed dat ook stilgestaan wordt door het kabinet bij wat te doen bij andere gedenkmomenten zoals 4 mei en 5 mei uiteraard, voorzitter. U heeft 30 seconden, mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat begrijp ik. Het tweede punt is het opkomend antisemitisme door heel Europa. Als we dat nu niet met kracht weerstaan, wanneer dan nog wel? En mijn vraag daarom, voorzitter, heel precies is, wordt het snelrecht toegepast? Is het toegepast bij deze 13 en bij de anderen die nog gearresteerd worden? En kan ik van het kabinet een overzicht krijgen wat er aan extra maatregelen wordt genomen om dat antisemitisme hier en in Europa verder de kop in te drukken? Met betrekking tot de 13, voorzitter, heb ik aan de heer Boswijk via u beloofd dat ik daar, althans dat het kabinet daar in de brief op terugkomt, wat er met die mensen is gebeurd. En dan bedoel ik niet alleen op korte termijn, maar ook
of er een rechter aan te pas is gekomen, et cetera. Als het gaat om wat te doen met antisemitisme, moeten we kijken of we dat in diezelfde brief opnemen. Wij zullen daar in ieder geval met voorstellen voor komen, of in ieder geval een reactie op komen richting de Kamer. De heer Dijk van de SP. Volgens mij was ik eerst. Gaan we naar mevrouw Uitermark van NSC. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat er is gebeurd geeft ons een gevoel van woede en schaamte, zoals hier in de Kamer ook door de collega's is aangegeven, op een bijzonder moment, een moment van een plechtige opening van het Nationale Holocaust Museum, waar zwijgen eigenlijk meer passend was geweest. En hier botsen dus de grondrechten van vrijheid van meningsuiting, van vergadering en betoging met respect voor mensen. En u noemde net dat uit de wet en regelgeving voortvloeit dat het verplicht is om het binnen gehoor- en gezichtsafstand toe te laten, de demonstranten. Maar ik zou willen vragen aan de staatssecretaris, moet bij het bepalen van die plaats, naar uw mening, niet worden meegewogen het feit dat het hier gaat om zo'n bijzondere plechtigheid met een karakter van herdenking, en dat wellicht zou moeten leiden tot een andere afweging en het dus op iets grotere afstand plaatsen dan in andere situaties het geval was? En zou u het antwoord... U zit al op 1 minuut en u heeft maar 30 seconden. Ik zou graag het antwoord op mijn vraag dan ook in die brief willen laten betrekken. Het lijkt mij goed, voorzitter, dat te betreffen bij de eerste brief. De brief die gaat over de fundamentele discussie over demonstreren. Want dan kun je inderdaad het onderscheid maken tussen demonstreren over de prijs van voetbalkaartjes of demonstreren bij herdenkingen zoals afgelopen zondag, dan wel op 4 mei of andere nationale herdenkingen. De heer Dijk van de SP. Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst even bij de heer Van Dijk aansluiten dat ik het een onwijs goed idee vind om dat Holocaustmuseum voor iedereen toegankelijk te maken en minimaal 1 keer te laten bezoeken. Volgens mij is dat iets wat helpt aan een gedeelde historie met elkaar bespreken en zien. En kan het eventueel een rol spelen in alle nare bewoordingen die ik net anderen heb horen herhalen, waar je nekhaar van overeind gaat. En wat dat betreft is het ook vreselijk dat dit uitgerekend bij de opening van zo'n Holocaustmuseum zo uit de hand loopt, zo'n demonstratie. Terechte veroordeling van en door velen. Maar de vraag die wel gesteld moet worden, en die stel ik hierbij, wat is er in onze samenleving gebeurd? Wat is er in onze samenleving gebeurd dat groepen mensen zo tegenover elkaar zijn komen te staan? En ik weiger me neer te leggen bij wat ik sommigen ook hoor zeggen, dat mensen gewoon idioot gedrag vertonen, dat mensen gewoon slecht zijn. Ik weiger me daar maar neer te leggen. En voorzitter, dan daaruit volgt de hele simpele vraag, hoe kan het dat mensen, en een groot deel van de mensen die wel demonstreren, hebben echt het beste voor met de Palestijnen die het nauw zitten, en aan de andere kant zijn er heel veel mensen die graag een fatsoenlijke opening willen van een Holocaustmuseum. Hoe kan het dat deze groepen mensen, en ik heb het niet over dank mensen wel, die dank nare wel. Dingen hebben geuit, ik heb het over hoe kan het dat deze mensen zo tegenover elkaar zijn komen te staan. Nou, voorzitter, het is natuurlijk zo, want ik zei het al, het recht van demonstratie is bijna alomvattend. Dat wij in Nederland het goed erkennen van en mogen demonstreren. En een deel van de demonstranten heeft ook gewoon gedemonstreerd tegen de komst van de president van Israël naar Nederland. En dat mag binnen wet en regelgeving. Waar we het vandaag vooral over hebben, zijn de walgelijke uitwassen die wij hebben gezien. Niet over mensen die gewoon gebruik hebben gemaakt van een democratisch recht. En laat het helder zijn, het is aan de burgemeester, nog aan iemand anders, om zich te bemoeien met de inhoud van de demonstratie. Het doet er niet toe of je het eens bent met de demonstrant, je mag demonstreren. Waar we het hier met elkaar over hebben, zijn de uitwassen. Nou, dat zegt in mijn ogen, voorzitter, bij die accept over die uitwassen, in ieder geval iets over het norm- en waardepatroon van degene die dat soort uitspraken doen, die ver staan van mijn normen en waarden. Het zegt voor een deel iets over de kennis en de opvoeding die mensen vanuit die opvoeding hebben meegekregen. Als mensen bepaalde zaken uiten waar ik toch nog altijd het positieve in mensen zie, maar denk, je weet niet waarover je praat, anders zou je dit soort bagger niet uit je mond krijgen.
En voor een deel heeft het te maken met het feit dat we ook een discussie met elkaar moeten hebben. Wat tolereren wij in het maatschappelijk domein? En het gaat ook over hoe we omgaan in de Kamer met elkaar. En het gaat over hoe we omgaan buiten deze Kamer met elkaar. Wat tolereren we van elkaar? Opvoeden begint bij het handhaven van zaken die je niet vindt kunnen. U heeft 30 seconden. Ja, voorzitter, dat is inderdaad een antwoord waar ik in grote lijnen in kan vinden. Maar dan nog is het wel belangrijk, want we zien deze patronen niet alleen maar afgelopen zondag. We zien het eigenlijk voortdurend. Het volgt elkaar steeds op. Dan is het wel de vraag die hier gesteld moet worden. En u heeft het terecht over waarden en normen. Dan is het wel de vraag die hier gesteld moet worden. Hoe zijn we hier terechtgekomen? En hoe keren we dat? Want we kunnen maatregelen nemen, hele repressieve maatregelen als het gaat om het recht van demonstratie. Maar volgens mij willen we niet in zo'n samenleving leven. Volgens mij willen we in een samenleving leven waarbij mensen elkaar niet kapot verrotschelden. En dat iedereen toch het recht heeft op demonstratie. Zelfs bij de opening van een Holocaust-museum, maar dan wel op een normale manier. En de vraag is dus ook, en ik weet dat het een grote vraag is die ik stel, hoe komen we daar? Ik las die laatste vraag voor nu, voorzitter, als retorisch. Hoe komen we daar? En niet voor mij nu als kabinetslid om te beantwoorden. Nee. Ja. De heer Eertmans van de fractie van JA21. Voorzitter, ik heb wel een vraag gesteld. Ik vind eigenlijk wel dat daar een antwoord op moet komen. Bij deze. Begin in ieder geval. Voorzitter. Laten we om te beginnen vaststellen dat het bij mensen zelf begint. Want we kunnen natuurlijk beginnen met de overheid en aan die kant naar dingen te kijken. Maar het begint bij jezelf. Eén, heb je de beschaafdheid, de term is hier al een aantal keren gevallen, om je op bepaalde momenten te gedragen. En dat kan zijn om religieuze feestdagen of in religieuze periodes. Dat kan gaan over nationale herdenking. Maar dat kan ook gewoon gaan over het op een normale manier omgaan met elkaar. En de uitwassen die wij hebben gezien, vind ik totaal onbeschaafd. En dan is onbeschaafd nog een term die ik in deze parlementaire setting gebruik. Afgelopen zondag voor de televisie had ik daar wel andere termen voor. Nou, dus het begint bij jezelf. Twee, het begint bij ook ervoor zorgen dat je als samenleving elkaar corrigeert. Mensen die om die demonstranten heen stonden die zich zo misdroegen, lieten het ook gebeuren. Nou, ik kan u wel vertellen, als ik daar had gestaan en iemand had het naast mij geroepen, had ik me omgekeerd en daarop gereageerd. Het begint met elkaar aanspreken. Derde element is, voorzitter, dat het te maken heeft met opvoeding. Natuurlijk in eerste instantie van de ouders, in de tweede instantie van school, in de derde instantie van de samenleving en in vierde instantie van de overheid, door ook gewoon te zeggen, als jij iets doet wat buiten elke orde is, dan corrigeren we je daar ook op. Als je niet corrigeert, zijn er helaas mensen die denken, dan mag het blijkbaar. En daar moeten we met elkaar over hebben. De heer Eertmans van de fractie van JA21. Voorzitter, het was een walgelijke vertoning. Onze JA21 mensen in Amsterdam zijn ook getuige geweest van de meest verschrikkelijke uitspraken. En ik vind het goed dat dit is geadresseerd ook hier in de Tweede Kamer. En de opmerkingen van de collega's en de vragen zijn uitstekend. En zeker ook de indringende oproep van collega Bikker. Voorzitter, ik heb eigenlijk maar één vraag. In deze Kamer is een voorstel van JA21 aangenomen om de leus from the river to the sea niet meer te bezigen. Nou hebben wij, en dat is goed, en ik hoop ook dat het overigens vandaag een keer rustig kan blijven op de tribune, want ik kijk met een schuin oog naar boven en het is bijna elke week hier ook bal met de meest verschrikkelijke leuzen die hier worden gescandeerd. Mijn vraag is, er werd geroepen tijdens deze demonstratie bij de opening van het Holocaust Museum, Hamas is mijn broer, Hamas is mijn vriend. In hoeverre is dat nog niet een overtreffende trap van de leus die ik net zei en is dat niet een gevaarzetting geweest, vindt de staatssecretaris voor de mensen aanwezig? Maar voorzitter, u zag mij nu even een papiertje er ook bij pakken, omdat ik het eventjes heel precies wil zeggen. Want er ligt nu ook de aangenomen motie van de SGP met betrekking tot From the River to the Sea. Deze motie is besproken tijdens het overleg met het college van procureurs-generaal op 15 februari, jongstleden. En tijdens het overleg heeft het Openbaar Ministerie aangegeven dat de thematiek serieus neemt, maar ook hierbij geldt dat het afhankelijk is van de feiten en de omstandigheden van het individuele geval of een uitspraak als strafbaar kan worden aangemerkt. Dus dat geef ik u even mee met betrekking tot From the River to the Sea. Als het gaat om deze uitspraak, voorzitter, waarvan we in ieder geval kunnen vaststellen dat die walgelijk, schandalig, et cetera is, komt de vraag aan de orde, is die ook strafbaar?
Daarvoor was bij de demonstratie in het centrum waar vanuit de politieinzet werd gecoördineerd ook een officier van justitie aanwezig, voorzitter. Want het is dan aan de officier van justitie om op dat moment te bepalen of er sprake is van een strafbaar feit en of er op dat moment naar aanleiding van zo'n strafbaar feit door de aanwezige politieagenten moet worden gehandeld. Daarin doet mijn privé mening er minder over, voorzitter. Het is aan het Openbaar Ministerie om dat vast te stellen en vervolgens eventueel de vervolging over te gaan. Dan is de vraag ook natuurlijk, zitten bij de 13 verdachten, in ieder geval aangehouden mensen, ook degene met die dit soort spreuken verkondigen? Want nogmaals, het lijkt mij de andere leus te overtreffen. Voorzitter, wat ik tot nu toe heb begrepen is dat bij de 13 arrestanten mensen zaten die beledigingen hebben geuit, die dingen hebben opgeplakt die niet hadden gemogen en anderszins. Maar meer dan dat is op dit moment niet bij mij bekend. Maar ik heb u wel aangegeven, voorzitter, dat ik daar richting de heer Boswijk en dus richting de hele Kamer met een, althans het kabinet, ik zeg steeds ik, excuus, dat het kabinet er met een reactie op komt. Mevrouw Lala van GroenLinks, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, gisteren vond de opening plaats van een belangrijk museum, een belangrijk monument, het Holocaustmonument. De komst van de president Herzog was aanleiding om te demonstreren. Tegelijkertijd demonstreren, wil ik benadrukken, is een groot goed, een belangrijk instrument in onze democratische samenleving. Het is dan ronduit onacceptabel, wat hier ook is aangekondigd door mijn collega's, dat tijdens de demonstraties wordt gescholden met antisemitische leuzen of andere vormen van haatzaaien in de zaal, of dat nu een enkeling is of meer. Het is onacceptabel. Daartoe moeten we ons altijd over uitspreken. Ik hoor de staatssecretaris zeggen dat er arrestaties zijn verricht. Maar tegelijkertijd dat gelukkig veruit de meeste demonstranten vreedzaam waren. En mijn vraag aan de staatssecretaris was of hij van het OM heeft gehoord of zij tegen bepaalde zaken aanlopen in het oplossen of opsporen van mensen die deze leuzen bezigen. Wat wij als Kamer nog meer kunnen doen om het OM het werk meer mogelijk te maken. En mocht dat nu niet helemaal kunnen, in de brief die naar de Kamer gaat, of hij dan specifiek in kan gaan op de mogelijkheden die het OM kan krijgen om die uitwassen. Want het gaat om gelukkig een relatief kleine groep, al is elke enkeling er een te veel. Ja. Wat we daartegen kunnen doen. Voorzitter, ik heb tussen het moment dat u besloot om mij naar de Kamer te roepen en dit debat niet met het Openbaar Ministerie gesproken, vindt het ook na vandaag meer op de lijn liggen van de minister om gevolg te geven aan de vraag van in dit geval GroenLinks-PvdA. En dan zullen we dat meenemen in de brief, voorzitter. Dank. De heer Elian van de VVD. Voorzitter, je zal maar Joods zijn op dit moment in Nederland en geloven en denken dat 80 jaar na de Shoah dezelfde soort haard weer gebezigd wordt in Nederland. Dus ik heb één eenvoudige vraag, voorzitter. Is het kabinet zich bewust van het veiligheidsgevoel van de Joodse gemeenschap? Vandaag ontving ik nog een bericht van een gezin dat gaat verhuizen uit Nederland, een Joods gezin. En is het kabinet bereid deze week nog in gesprek te gaan met de Joodse gemeenschap om met hun te praten over het veiligheidsgevoel dat tot een absoluut dieptepunt is gedaald, nota bene bijna 80 jaar na de Shoah? Ja, voorzitter, daar is het kabinet zich buitengewoon van bewust. En ook ik, even los van dit Kamerdebat, maar gewoon als mens, als vader en als bewindspersoon, heb de afgelopen dagen daar veel appjes en sms'jes, telefoontjes en anderszins over gehad. En ook uit mijn zeer directe omgeving. Dus ik herken nadrukkelijk wat hier wordt gezegd. De burgemeester van Amsterdam heeft in ieder geval ook aangegeven dat ook zij contact zal leggen met leiders uit de Joodse gemeenschap om te praten over datgene wat de afgelopen dagen ook weer is gebeurd. Maar wat je eigenlijk ook in een bredere context moet zien, want de heer Elian verwijst natuurlijk niet alleen naar de afgelopen 3 dagen, maar naar een veel breder kader. Ik zal dit ook nadrukkelijk de wens van de VVD neerleggen bij mijn minister. En haar kennende en ook weten hoe zij in dit dossier zit, kan ik wel namens haar zeggen, voorzitter, dit bevestigend te beantwoorden.
Dank u wel. Tot zover dit onderwerp in het vraaguurtje. Hartelijk dank aan de staatssecretaris voor zijn aanwezigheid en zijn uitleg.